Kijkers en welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Yves de Remus en jawel, ik ben weer al onderweg naar mijn schatje toe om haar gaan te halen, om weer al leuke dingen samen te doen. Daar is ook een en ander nog een klein beetje mis aan het lopen ook. Wat papieren, maar het kan gebeuren, dat wordt ook niet opgelost, dus dat is ook binnenkort weer al van de baan. Ik heb deze keer eens goed geslapen, goed door kunnen slapen, want ik heb nu deze keer op de zetel, maar je kunt van onder ook die zetel eens laten verlengen en daar heb ik het eronder uitgehaald en daar heb ik dan ook op gelegen. Voor mijn rug. En ik ga u één ding zeggen, dat deed deugd. Ik heb deze keer niet van links, rechts op mijn rug liggen, dan op mijn buik liggen, noem maar op. Nee, ik heb niet deze keer zitten te woelen. Nee. En dan ben ik 100%, niet 1000% ben ik daar eens blij om, omdat is. Ik denk dat ik mijn plekje heb gevonden. En dat ik dan terug goed kan slapen. Ja, er komt er even iemand voor mij in. Dus ja, dat ik goed heb kunnen slapen met mijn rug. En daar ben ik wel echt blij om. Jullie horen het. Hopelijk is dat al de richting naar de goede kant uit. Want ik word gewoon zot van de pijn. Ik probeer ook al deze dingen ook continu te goed terug recht te zetten. Want die heeft soms de neiging om dit eens te doen. Zo wat weg te zakken. Maar ik zit hier wel met een hele rechte rug te rijden. Dus ik hoop nooit dat ik nu een ongeval ga hebben. Houd vasthouden. Ja. En ik meld me elke uur aan nu van die fucking het geluid. En ik. Mijn antwoord is er altijd niet gezegd, hè mensen. Mijn antwoord is er altijd niet gezegd. Ja, wat er. Ja, ik was even goed op het letten op het verkeer. Want het is een klein beetje chillingjes. Het is ook middag. En dan nu nog zien dat er ook nog twee instanties mee op terugbellen. Om ergens mee toch mee te helpen voor die papieren in orde te krijgen. Ik ga zelfs mijn huiswerk ook al thuis doen. Dat is papieren invullen. Oh. Ja. Ik zeg jullie, en dat is niet leuk. Voilà. Ik ben aangekomen bij mijn schatje. Dus even kijken als mijn schat buiten is. Nee. De schat is niet buiten. Zelfs om die daar zo te hoek, heb ik niet naar gekeken. Ik ga ze één keer instieten. Allee. Ja. Allee, heet me naar boven. Allee, tot zo. Yo. Hallo kijkers. Ik heb dus, misschien hebben jullie sommigen het wel gehoord op de radio. Ik heb dus meegedaan met het geluid van Q-Music. Op het bedrag van mooi rond 25.000 euro's. Ik heb mijn antwoord doorgegeven.
het uitdrukken of het uithalen van de noodstop. Dat was dus mijn idee naar het geluid toe. Maar, jammer genoeg is het niet. Ik heb wel naar de foute antwoorden gekeken. Het stond niet op de lijst. Nu staat het wel dus op de lijst. Dus de zoektocht gaat dus veel, veel, veel verder dan dat. Van alleen maar van een noodstop. Of anders misschien wel de noodstop indrukken. Dat kan ook nog. Pas op ermee. Dat kan ook nog. Dus mensen, waag uw kans. En als jullie dat winnen, hè, een gedeelte wel van mij, want ik heb de antwoord gezegd. Grapje, hè. Nee, dus ik heb het gezegd van dus dat geel blokje, daar staat die rode knoppen van de noodstop. Dat indrukken. En niet uithalen. Of uithalen. Ja, kijk naar de foute antwoorden. Daar staat mijn naam bij, Dimitri Remers. En daar staat ook dan de foute antwoord dan erbij. Allee, ik zie jullie allemaal straks terug. Yo, 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 yo. Zo mensen. Ik heb dus nog een hele leuke livestream gedaan. Eerst supermarkted simulator. En dan nog Counter-Strike 2 een matchje gespeeld. Nee, het ging me echt niet vandaag af. Het ging me echt vandaag niet af met Counter-Strike 2. Ik ben ook moe. Oh, sorry dat deze vlog ook zo kort is. Ik heb hier ook heel veel plat gelegen, heel veel geslapen. Ik moest ook van mij en van de dokter. Voilà, ik moest van haar en van de dokter. Morgen heb ik opnieuw een doktersafspraak. Yippie-ki-yay. Nu, nog schoentjes aandoen. En dan kijken wanneer dat ik kan vertrekken. En dan nog een geweldige douche nemen. Als het nog voor 10 uur gaat zijn. Ik hoop van wel. Ja, het is nu al 20 na 8. Dus nog maar een uurtje en 40 minuten voor middag te douchen. Moet lukken, moet lukken, moet lukken. Allee, mensen. Ik zie jullie allemaal straks terug. Ik kan ook wel zeggen als ik veilig en wel op ben, terug thuis ben, aankomen ja of nee. Ik heb niet veel veranderd op Discord. Ah ja, ik zie hier nu ook nog gaming news. Deze loopt nu 7 dagen lang Bear and Breakfast. Bear and Breakfast is een spel op Epic Games die je nu momenteel gratis en voor niets kan spelen. Deze spel komt van, eens even kijken, van €19,50 naar gratis. Dus 100% korting. En wat voor spel is het? Ik zal het dus even voorlezen. Dus About Bears. Die ga ik even ver... Wacht hè. Oké, Bear and Breakfast is een ontspannen management avonturenspel waarin je een bed and breakfast opzet en runt. Maar jij bent een beer. Oeh, over beren. Bear and Breakfast is een relaxe management avonturen game waarin je een goed bedoelende beer bent die de B-plubby in het bos probeert te runnen. Hank en zijn vrienden vinden een verlaten hut en, uitgerust met hun tiener vernuft, veranderen ze het in een winstgevende bed and breakfast voor nietsvermoedende toeristen. Naarmate uw bedrijf groeit, worden ook mysteries van het bos groter en ontdekt Hank al snel een complot dat dieper gaat dan de wildernis zelf. Dus het is een heel leuke spel. Die is uitgebracht op een release datum op 15
wacht, hè, juli, augustus, augustus 2022. Voilà, op, alleen maar op de platform Windows. Deze kun je dus nu gratis en voor niets vastkrijgen. Dus op Epic Games. Veel plezier. Mensen, hoe het nu ook gaat met mijn rug. Niet goed, niet goed. Ik ben... als iemand dat kan, hè, van mijn kijkers. Wel, doe het. Doe het, doe het, doe het. De tijd... Doorduwen. Dat bedoel ik daarbij. De tijd... Doorduwen. Ja, doorduwen. Voilà. Zij zeggen dat ook nog eens zelfs. Woe! Dat is wel moeilijk hoor, want dat lukt bij mij niet. Want het is nu nog altijd hetzelfde tijd. Gaf mij aan en dan is weer maar wel een paar seconden later weer. Ja, dus als iemand dat kan, alsjeblieft doe het. Ik heb echt last van mijn rug. En nu even nog iemand naar huis doen en dan ben ik terug thuis. Tot straks allemaal, jojo. Ik denk juist dat ze mij niet kennen. Mijn lievertje naar huis doen. Tot straks allemaal, jojo. Jojo. Hey mensen, ja, ik zit al in mijn boorlote bovenlijf. En het is gewoon om te zeggen dat ik ga slapen. Ik ga hier weer al slapen, dus ja, in mijn zetel. Kijk maar, hup, staat er hier. Hier ligt mijn slaapmateriaal al. Want ik ga je één ding zeggen, dat zwarte stuk, dat ligt echt heel goed voor mijn rug. Dus het is hoog tijd en hoog dringend tijd dat ik ga sparen voor een nieuw bed. Jawel, dames en heren. Ik ga sparen voor een nieuw bed. Maar jullie hebben het ook misschien al op de livestreams al gezien. Ik heb ook een nieuw doel ingesteld. PC-onderdelen. Dus alles waarvan donatie binnenkomt, van geld en al... Dat gaat integraal ingestoken worden in mijn PC-kast, waardoor dat jullie daar profijt mee hebben, zoals een profijt. Dat dan ook beter beeldkwaliteit en al gaat zijn. Voilà, bij deze. Ik ga hier de vlog afronden. Duimpje. Abonneer. En vergeet ook niet op mijn buiten te drukken, dan blijf je op de hoogte. Dus de tingelingeling. Tingelingelingelingelingelingeling. Dus op de belletje terug, dan blijf je op de hoogte als er iets gebeurt op mijn YouTube kanaal. Yo.